Een nagelaten bekentenis is de bekendste roman van Marcellus Emans. Een naturalistische roman. Dat betekent dat er dus ook een soort psychologie in zit. Ik denk niet dat bij naturalistische romans dat er al in natuurbeschrijvingen voorkomen. Dat is niet zo. De auteur van een naturalistische roman gaat op zoek naar de natuur van de mens. Naar het wezen van de mens. Nou, dan hebben we hier ook een hele mooie. Het is een soort, whodunit. En de eerste zin is: mijn vrouw is dood en al begraven. Nou, het is een verhaal in de ik-vorm dus, want daar staat mijn vrouw. En als iemand dat zo zegt, mijn vrouw is dood al begraven, dan kun je er als lezer al van uitgaan dat die ik-persoon daar natuurlijk veel meer van weet. En je kunt nog wel een beetje verder gaan, die ik-persoon, die heeft het natuurlijk gedaan. Nou, helemaal spoiler, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar het om gaat. De hoofdpersoon, Willem Termeer, heeft zijn vrouw Anna van Bloemendaal gedood. Dat is op zich niet interessant als verhaal gegeven in dit boek. Het gaat er veel meer om: waarom heeft hij dat gedaan? En dan krijg je een enorm jankverhaal. Ik kan het eigenlijk toch niet anders zeggen, maar het is zo briljant opgeschreven dat dat nou juist het fantastische is. Die Willem Termeer, dat is een nietsnut van een vent. Hij kan ook helemaal niks en hij begint ook te vertellen dat hij vroeger ook nooit liefde gekregen. Zijn ouders zijn ook al vroeg overleden, dus hij heeft een slechte jeugd gehad. Maar geen vrienden, geen vriendinnen, dus dat is allemaal heel erg, dat is eigenlijk de reden dat zijn leven mislukt is. Zo ervaart hij dat. Hij heeft ook wel van zijn overleden ouders geld geërfd. Hij hoeft ook niet te werken, dus hij hoeft ook helemaal niks. En hij kan dus ook helemaal niks. En hij trouwt op een gegeven moment met de dochter van zijn voogd. Hij is op jonge leeftijd wees geworden en dan krijg je een voogd. Die had een dochter en uiteindelijk zijn ze met elkaar getrouwd. Nou, dat is niet een heel erg gelukkig huwelijk. En op een gegeven moment, als zij slaapt, besluit hij om in haar slaap haar wat extra sirop follet toe te dienen. Een in die tijd bekend slaapmiddel. Dus zij ligt te slapen en met een lepel giet hij gewoon nog wat extra vergif in haar mond. En zij slikt dat door en zij sterft in haar slaap. Dat geeft ook al aan dat het geen echte man is, om zo maar te zeggen. Want de echte man slaapt natuurlijk sowieso zijn vrouw de hersenen niet in. Maar dat is nog in ieder geval iets. En zo'n gifmijn verhaal, dat is toch meer een soort vrouwelijke manier om om iemand aan zijn eind te laten komen. Dus dat geeft ook al aan dat eigenlijk niks aan dit. En dit is de belangrijkste daad uit zijn hele leven. Sowieso een mens vermoorden is volgens mij ook wel een belangrijke daad in je leven. Maar dat hier ook. En hij begint dan vervolgens dat hele verhaal over zijn leven. En wat doet die Marcellus Emans nou als schrijver? Hij laat die Termeer in dit verhaal ook eigenlijk gek worden. Hij laat hem ook doordraaien. Dus het wordt steeds larmoyanter en steeds gekker. En dan denk ik, en dan moet je als lezer denken, zo interpreteer ik het in ieder geval, hey, wacht even, is het eigenlijk wel waar wat deze Willem Termeer zegt? Ja, die vrouw is dood. Maar zou het ook niet zelfmoord kunnen zijn van die vrouw? En dat hij zich inbeeldt dat hij haar vermoord heeft. Want waarom ook niet? Want het is een nietsnut van een man. Hij kan niks en hij doet niks. Dus zomaar een mens vermoorden, dat past helemaal niet bij hem. Dat zit niet in hem. En het zou zomaar kunnen zijn dat zijn vrouw zelf te veel van die sirop tot zich genomen heeft. En daardoor overleden is. Of als zelfmoord, of misschien als ongeluk. Dat ze de dosering niet helemaal begrepen had of zo, weet ik het. En dat hij zich dus eigenlijk in al zijn gekte zich inbeeldt dat hij haar vermoord heeft. Of het is wel waar. En ja, je kunt het verhaal eigenlijk op die manier blijven lezen. Dat maakt het super interessant. En je komt er niet uit. En dat is het mooie aan deze roman. Dat je als lezer ook meegaat in het hoofd van die Willem Termeer. En gelukkig is het boek op een gegeven moment klaar. Want anders zou je er nooit uitgekomen zijn.